In 589 kreeg een rijke en adellijke familie uit Haspengouw een zoontje. Ze noemden hem Alowin. Alowin groeide zorgeloos op en zoals vele adellijke jongens van zijn tijd ging hij graag jagen met valken. Wanneer hij ouder werd, leerde hij het zwaard vechten, zodat hij een grootse ridder zou worden. Maar Alowin was ook rot verwend. Hij gaf niets om andere mensen en vaak was hij wreed voor zijn dienaren. Zo verkocht hij een dienaar zelfs als slaaf. Dit veranderde echter toen hij de mooie dochter van graaf Adilo ontmoette. Hij werd hopeloos verliefd en al snel trouwden ze en kregen ze een kindje, Adeltrudis genaamd. Een tijdje waren ze heel gelukkig samen, maar toen gebeurde er iets vreselijks. Zijn vrouw werd heel erg ziek en stierf. Alowin was radeloos en buiten zinnen van verdriet. De enige die hem kon troosten was bisschop Amandus, de raadgever van zijn moeder. Amandus raadde Alowin aan om de Bijbel te lezen en te bidden. En zo leerde Alowin het christendom kennen. De mooie verhalen over Jezus brachten hem tot rust. Alowin ging zelfs zo van Jezus houden dat hij zich tot het christendom bekeerde. Maar hij deed meer dan dat. Hij besefte dat al zijn rijkdommen hem niet gelukkig maakten. Gaf alles weg en ging in een abdij in Gent wonen. En om te tonen dat hij een nieuw mens was geworden, nam hij een andere naam aan. Bavo. Na een tijdje besloot Bavo zelf ook monnik te worden en om zich volledig ten dienste te stellen van God. Maar hij vond het sobere leven in de abdij toch nog te luxueus. Met toestemming van de abt besloot hij daarom in een holle boom te gaan leven als kluizenaar. Veel mensen kwamen naar hem toe om wat raad of troost. Bavo stierf, rond 660, omringd door gelovigen, vrienden en zijn geestelijke begeleider Amandus. Hij is ongeveer 70 jaar geworden, wat heel oud was voor die tijd.